Fijn dat je bent voor de week van Feyenoord die we moeten beginnen, Jan Dirk, bij het overlijden van Henk Schouten. Ja, op een plek in Eetcafé Otto Haan in Ommoord, waar hij zelf 2 keer geleden ook nog was, om met ons over zijn club te praten. We wisten dat het een aflopende zaak was, al lange tijd bijzonder ziek, maar mooi dat hij hier nog was. Dat betekent zijn liefde voor de mensen om hem heen. Nou ben je geneigd om iemand in dit soort situaties altijd nog een beetje extra op te hemelen, ja. Letterlijk. Ja. Maar als ik zeg dat dit een van de grootste Feyenoord-spelers aller tijden was, dan heb ik het niet het idee dat ik overdrijf. Nee, ik heb hem zelfs vergeleken in wat ik op tv heb gezegd met Vaas Wilkes. Beetje ouderwets hoor, tv. Ja, op met Vaas Wilkes. Dezelfde techniek, technisch perfect begaafd. En Henk Schouten kon ook een goal maken. We hebben er niet voor niks 9 gemaakt in een wedstrijd. En daar was hij ongelooflijk trots op. En daar moet hij ook blijven natuurlijk. En een bijzonder mens. Ja, een bijzonder mens. Een warm mens. Altijd een lach op zijn gezicht. Bij mij blijft hij altijd herkenbaar aan de eeuwige lach op zijn gezicht. Altijd lachen. Hij vertelde moppen. Dat wil je niet weten. Zo leuk. Maar op het eind zag je aan Henk dat hij hem het allermooist vond. Hij kon zelfs om zijn eigen moppen verschrikkelijk lachen. En dat blijft bij. Dat is zo iets warms en zo leuk. Dat was geweldig. Plechtigheid aanstaande donderdag? Ja, ik begreep ook dat Feyenoord volgende week in de bekerfinale lukt dat niet. Maar volgende week tegen Sparta in die ene laatste competitiewedstrijd met rouwbanden gaat spelen. Dat het ook een herdenking aan Henk Schouten in de Kuip. Wat ik ook mooi vind als ik erop zo praat. Ik was een aantal weken geleden om voor support Casper een bijeenkomst te presenteren in de Kuip. Rondom die benefietwedstrijd Feyenoord-ADO. Waar Henk Schouten ook de aftrap heeft gedaan. Was voor hem ook een heel bijzonder moment. Was hij met zijn dochter. Ja, heel mooi dat hij dat nog heeft mogen meemaken. Nou ja, dat van zijn waarvoor, leven. Maar waarvoor dan niet gewoon zondag? Nou ja, dit gaat toch de hele tijd met regels mee te maken. Maar niet alleen dat, maar de redenatie is: Feyenoord Sparta ziet dat stadion vol met Feyenoorders en een paar Spartanen. En dat is anders dan dat je die 17.500 Feyenoorders hebt. Ja. Dus dat vind ik echt een respectvolle, stap. Ja. Ja. Aanstaande donderdag, 4 uur. Matelinkweg, dat is in 2 zalen. Dus als je daar op een of andere manier bij wilt zijn, dan is daar altijd wel een ruimte voor. Meneer Meidam is er ook. De bekerfinale dan, toch? Ja. Met heel veel sterkte natuurlijk voor iedereen die daarbij betrokken is. Ja, nou ja, dat is een bijzondere wedstrijd. Hè. We hebben al vaker gezegd, van het seizoen kun je nog enigszins glans geven door zondag de beker te winnen. Dat is voor Van Bronckhorst persoonlijk heel belangrijk. Dus voor het gevoel van mensen bij de club heel belangrijk. En dat is een wedstrijd, een do-or-die-wedstrijd. Je moet het zondagmiddag doen, zo simpel is het. Nou komen we straks nog uitgebreid te praten over Van Bronckhorst. Die is op dit moment in Zeist. Op dit moment is in Zeist de persconferentie, ja. En daar is ook Harry Vermeegen. Ja. Laat maar even kijken hoe hij ervoor staat. Beker, allemaal onzin hier. Kijk, al die pers hier. Kijk, al die gasten hier. Kijk, dat staan. Daar staan ze. Ja. Even een beetje omhoog. Daar komt er allemaal op af. Ja. Beker. Ja, Harry, altijd ingetogen, hè Rob? Altijd ingetogen, ja Harry. Ja. Grote vraag is natuurlijk, gaat Van Persie spelen? Dat lijkt mij wel. Als je woensdag niet gespeeld hebt en daarvoor 70 minuten, dan denk ik dat hij gewoon gaat beginnen. Maar het punt elke keer hier aan tafel is, dan moet hij het opnemen tegen 3 dynamische middenvelders. Ja, daarom moet hij ook de diepste puntspeler zijn. Hij moet de diepste puntspeler zijn. Dat gaat hij niet doen. Waarvoor gaat hij dat niet doen? Jurgensen gaat in de split spelen van Persie daarachter. Dat zal wel zo zijn. En dan krijg je een probleem. Want dan gaan de middenvelders, hebben zij een middenvelder over. Want hij kan dat niet belopen. Nou, als je daar dan mee instemt, dan krijg je een moeilijke wedstrijd. Dat is een simpele zaak. En wie zou er dan niet moeten spelen, denk jij? Ja, Toornstra gaat dan niet spelen, denk ik. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Je gaat de flanken met de vertrouwde spelers spelen. Berghuis kan acteren. Heeft is woensdag gespaard. Eigenlijk door Van Bronckhorst. Dus die gaat zeker meedoen. Maar toen dit eerder aan de orde was, toen ging het niet over Van Persie, maar over Kuyt. Toen zei Van Bronckhorst, als ik nou Toornstra op de vleugel zet, dat was toen rechts, dan kan die bij balverlies een beetje naar binnen en zo zou je... Dat zou nog kunnen, dat je, maar dan zou maar dan moet hij linker spits spelen. Maar dan moet hij links buiten spelen, deze keer. En dat heeft hij voortreffelijk gedaan in het begin van het vorige seizoen, toen Elia in Groningen geblesseerd raakte, speelde 8 wedstrijden niet, heeft hij
met ook Bottingen, die je ook nooit meer ziet, heeft hij samen met die Bottingen gezorgd dat Feyenoord later kampioen is geworden. Van die linkerkant. Nee, dan moet je meer dus zo oplossen, want Berghuis gaat sowieso spelen. Ja. Berghuis moet erin, natuurlijk. Ja. Dus er blijft Vilhena en El Amadi over ook nog bij de, op het middenveld. Ja. En, nou, hoe... en dat is te weinig tegenover die drie. En hoe pak je dat dan tactisch? Maar het heeft ook te maken met, als je dat dan zo voorin invult, dan moet een van de middenvelders toch op Van Persie gaan spelen. Het gaat erom, waar kan Van Persie hem loslaten? Ja. Daar gaat het om. Dat is tactisch een steekspel. Is Van Persie dichter bij Jurgensen, dan moet ook die verdediger daar zijn. En dan wordt het een 1-1 situatie. En daar moet Feyenoord veel meer op afgaan. En ik kan me voorstellen dat dan ook nog een rol speelt. Dat Vlaar een van die twee centrale verdedigers is. Dat hebben we tegen PSV gezien. Prima. Ja, daar is veel van te zeggen, maar hij is niet erg snel. Dan kan hij volgende week weer naar de zijs, want dan gaat hij weer met een kaart verschut. Die Vlaar. Dus zo moet je het eigenlijk doen. Van, als Van Persie niet die puntspeler is, wat logisch is dat hij dat nu niet gaat doen. Dan moet je dus zorgen dat hij zo dicht mogelijk bij Jurgensen speelt. Dus een voorstop op Jurgensen, dan moet hij meer naar Vlaar toe. Want Vlaar willen ze vrij houden. Dan die rechtsbuiten van AZ. Die is nu top. Ja, Jan Baks. Ja, topscorer van Nederland op dit moment. Ja. Hoe ga je die dan bestrijden? Ja, die Haps die kennen hem als geen ander natuurlijk, want die komt er vandaan. Ja. Dus die weet dat het een knul is die enorm buitenom kan voetballen, maar ook binnendoor. En in de 16 vanuit de draai onmiddellijk doelgericht. Ja, dat is een gozer die je echt wel in de peiling moet houden. Kijk, die Weghorst daar heb ik geen hoge hoed van op. Dat is dus... Die kan je makkelijk bespelen. Makkelijker als die twee aan de zijkant. Als Idrissi dan speelt. Maar ik neem aan dat hij met die aanvallers gaat beginnen. Gewoon Van der Heijden en Van Beek tegen Weghorst. En dan heb je, zo bleek ook in de competitiewedstrijd, misschien er geen centje pijn aan. Ja, heb je het heel goed gedaan. Thuis heb je makkelijk gewonnen. Je kan je toch niet aan de indruk onttrekken dat AZ ook moet. Hè? Vorig jaar een bekerfinale verloren. Dat syndroom van nooit winnen van een topclub. Ook daar is druk, zeker in zo'n wedstrijd. En je zal daar ook verdedigend als Feyenoord zijn. Als hij zodra die Jan Baks aan de bal komt, daar moet die Haps direct bovenop zitten. Maar stel dat dat gebeurt, dan zal toch een van de twee centrale verdedigers een beetje moeten kijken dat hij hem daar dan weer oppakt. Dus moet de rechter vleugel verdedigen, Dix. Ja, ik vind het niks, dat mag ik zeggen. Maar die moet dan naar binnen komen en die moet dan op een van die spelers, want dan mag je je linker spits vrijlaten. Ja. Want daar gaat het om, het steeds op tijd kantelen van je centrale mensen achterin ten opzichte van de Jan Baks. Hey, wij hadden juist het idee dat Dix een beetje aan het terugkrabbelen is. Ja, nou, Dix is... Ik begrijp niet waarom Nieuwkoop niet kan spelen, daar snap ik niks van. Het is een eigen jongen, hij gaat aan het einde van dit seizoen gewoon weer naar Fiorentina. Ja, daar snap ik niks van. Verbeek kan ook rechtervleugelverdediger spelen. En Bottingen in het centrum, die doet ook nooit meer mee. Daar zijn ze kampioen mee geworden. Dat vind ik gek. Giovanni van Bronckhorst dan. Rob geeft het dan een beetje aan, hè. Die gaat wel gewoon all-in, hè. Als hij met Van Persie daar op het middenveld gaat spelen. Want ja, Rob zegt, dan ga je een moeilijke wedstrijd tegemoet. Ja, als hij daar wordt overlopen... Ja, laat ons toch bij feiten houden. Vanmorgen een groot verhaal heeft gelezen in het Algemeen Dagblad. Ja, zeker. En dan zie je, kijk, natuurlijk is wat Ernst Happel heeft gedaan een wereldbeker. En daar hoop ik op één, dat wordt nooit meer overtroffen. En dat is qua belangrijkheid van prijzen groter dan wat Van Bronckhorst heeft. Van Hanegem ook drie prijzen, hè? Absoluut, twee enige kampioenschap. Ja. Nee, hartstikke goed gedaan. Allemaal toptrainers, benakken. Gaan we allemaal terug van Marwijk met de UEFA Cup. Ja, maar twee prijzen. Maar hij kan gewoon zijn vierde prijs in 3 jaar pakken. En natuurlijk gaat hij risico's pakken. Er wordt hem al het verweten dat het een behoudende coach is. Dat hij weinig grote tactische ingrepen doet. Dat hij behoudend coacht. Dat hij behoudend wisselt. Maar hij kan gewoon zijn vierde prijs pakken, ja. Ongelooflijk. Ja, en dan zegt hij... Doet hij zo. Ja. Dat ja. ziet niemand, maar dan doet hij zo. Daar draait het in topsport om, en zei daar gaat het om. Het gaat om winnen en prijzen pakken. En het voelt hier goed. En als je niet wint, dan komen al deze dingen naar boven. Toch ben ik heel benieuwd. Hè? Ja, misschien ook nu doorslaan, maar Arsène Wenger vertrekt na 32 jaar bij Arsenal. Ja. Is vandaag bekend geworden. Eerder is in Engelse media gesuggereerd dat Van Bronckhorst wellicht
een kandidaat zou zijn. Of hij klaar is voor de top van de Premier League, vraag ik me af. Ja, je zou beter kunnen vragen, kan hij niet ook niet 22 jaar blijven, maar dan bij Feyenoord? Nee, maar dat was ook een zeer gerechtvaardigde vraag. Moet je niet een keer voor heel veel stabiliteit op die positie kiezen? Nou, had jou ook kunnen overkomen, maar toen ze met de geldbuidel... Diezelfde Arsène Wenger werd ontslagen bij Monaco. En ik was toen trainercoach van Feyenoord. En toen moest ik in Hilton komen. En toen kwam er een delegatie van Grampus Eight. Ik zal de club even noemen. En die gingen kiezen tussen Jacobs en Arsène Wenger. En toen was Arsène Wenger, die was net ontslagen bij Monaco. En die was available. En ik even niet. Dus ik kleunde het net even mis. Ja. Dat even gezegd te hebben. Wat een verhaal was dit, zeg. Ja. Dat is een mooi verhaal. Zo. Nou, ik had Rob genomen. Ja, ik had. Als ik die was sowieso gezellig. Huldiging maandag in de Kuip? Maandag in de Kuip, tussen 2 en 3. Zeg ik uit mijn hoofd. Stadion en, half 1 open. Ja, meest logische plek ook wel, als de Kossingel niet beschikbaar is. Nog even de vorm van Feyenoord. Rob, laatste 6 wedstrijden, 18 punten, 22 goals voor, 7 tegen. Er is niks op aan te merken, maar het is niet een hele wedstrijd. Dan zeg je, hé. Dit is het. Nee, maar het zijn we hebben stukjes. Ja, maar we hebben wel veel zitten mopperen. Ja. Maar als je de 6 achter elkaar wint. Ja, dat zegt ook wel wat van welke tegenstanders dat je hebt. Maar het gaat erom dat je wil, als Feyenoorder wil je ze strijdend zien. Zoals ze een halve wedstrijd hebben gedaan tegen PSV. Zoals ze bij AZ uit geweldig voetballen met 4-0. Ja. Zo wil je Feyenoord zien spelen. En de volgende wedstrijd verlies je van VVV. Zo wil je Feyenoord dus niet zien spelen. Dus kunnen ze het niet opbrengen. En daar gaat het om. Je moet het iedere wedstrijd kunnen opbrengen. Nou ja, eigenlijk nu nog maar 1, hè? Nou, 1, dan moet je alles geven wat er maar is. Ja. Moet je dan... Want ik kan me voorstellen, zeker als Van Persie speelt, dat het belangrijk is om, zoals jullie steeds zeggen, om dan compact te spelen. Maar moet je dan compact spelen bij hun... Nou, of zeg je... Je zal heel veel snel druk moeten zetten bij hun. Des te meer kan je ze achteruit houden. Maar als die van Til gaat lopen en dat kleine middenveldje gaat lopen... Maar er zal er toch eentje op Van Persie moeten gaan spelen. Want als ze Vlaar vrij willen houden, dan is het prima. Dan heb je een 1-1 situatie voor Verlena en voor El Amadi. Dat zie ik zitten. Maar die andere middenvelden, wanneer durft hij weg te lopen dan van... Van Persie. Ja. Daar gaan we naar kijken. Snap je het nog? Ja, ik probeer het. Anders kan je het gewoon vragen, hoor. Anders ga ik het allemaal opslaan zonder in de Kuip. John de Wolf reikt die beker uit. Ja, je moet een icoon uit het verleden kiezen en dat is John de Wolf zeker. 3 bekers gewonnen. Ja, en kampioen. En een gouden beker. Ja. Maak je zorgen? Ja. Met je Feyenoord pet op? Ja? Nee, ik ben er voor Feyenoord. Ik ben en blijf voor Feyenoord. Ja, dat snap ik. Maar juist in dat kader maak je je zorgen. Nee, ja. Je wil zo graag het verhaal wat ik net verteld heb. En dat moet er nog 1 keer uit. En dan 2 keer een halve wedstrijd. Helftje voor helftje. En dan gaat het altijd. Je gaat vanavond... Ik zit te trillen al van de nervositeit, man. Dat moet gewoon gebeuren. Je gaat vanavond... Als oud speler, want dat ben je ook, hè? We hebben het altijd over Jacob zijn trainer. Jij komt wel aardig uit. Oud trainer zijn oud speler. Nee. Ja. Ga je lekker varen met uit Feyenoord? Ja. Als jullie stoppen met uitzenden, gaan wij zijn. Nou, dan houden we er gelijk mee op. Ja, dat is nog wel belangrijk. Wel even goed om te laten zien: een prachtig fotowerk van Karel van Hees. Een boek echt voor de supporter. En daar wordt bijna per minuut vastgelegd hoeveel supporters. Die 14e mei tegen Heracles, die kampioenswedstrijd een jaar geleden is verlopen. Ook de huldiging op de Kossingel. Prachtige, emotionele foto's. En like dit bericht op Facebook, waar deze uitzending staat. En dan maak je kans op zo'n prachtig boek van Karel van Hees. We hebben er een paar van, hè? Ja, we hebben er een paar van. Dus like dat bericht en krijg zo'n boek. Oké, nou gaan we dat zien. En volgende week, hopelijk, in de wetenschap dat Feyenoord dan die beker heeft gewonnen, zien we je weer bij een nieuwe week van Feyenoord. Tot dan. Dag. Laten we erop proosten, Robbie. Ja. Oh, zomaar. Okay. Gouden beker, man. Hey. Ja, mooi, hè?